Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabots Rakusho version tegen Metabi version. Ik moet tegen een nieuwe enemy zie ik, Multileg Metabot. Nou, die Multileg Metabots die liep er al, maar de mensen waarschijnlijk tegengekomen eerst. Het is een rare spawn, maar ja, hij heeft er maar één, dus dan is de volle focus op hem. Ja. Dus dat is niet spannend. Is het zo'n rood ding? Ja. Yeah. Ja, ben ik nu ook al tegen vechten. Ja. Het is gewoon puur random of je hem tegenkomt, ja of nee. Ja, ik denk dat er wel, net als met Wild Battles en Pokémon, dat er een percentage aan zit welke je tegenkomt of niet. Zeker omdat je die parts allemaal kan, die parts allemaal kan collecten. Mm-hmm. Oeh, zijn parts zijn wel heel slecht. Qua HP dan weer. Ja. Klopt, maar hij kan je wel burnen voor damage. Mm. En dat maakt hem dan wel weer kloten. Ja, alleen die burn die blijft niet echt aanhouden, zeg maar. Nee, maar het is wel iedere keer 20 damage. Mm-hmm. Nou, ik heb de schorpioen klaar. Even weer healen, even wat dingen aanpassen en dan gaan we weer door. Wat heb je klaar? De schorpioen. De schorpioen? Ja, wat jij de Cyclops noemt, noem ik de schorpioen. Moet je er ook tegen? Ja, het is een random fight. Dus. Hey, ik zie Karen staan. Oh, ik moet er een hermit. Daar heb ik geen zin in. Dan doen we deze. Heb je al een derde in elkaar geplant? Ja, ik heb een derde, want ik heb letterlijk alle onderdelen ervan en dus het is ook mm-hmm. dat op zich zo klaar. Heb je ook die gele? Welke gele? Ja, wat heb je zegt alle onderdelen ervan, welke heb je gemaakt dan? Je krijgt letterlijk dezelfde onderdelen van die Erika heeft, dus je hebt dezelfde metabot. Echt? Ja. Oh, dan ben je verder dan ik, want ik heb dat nog niet gekregen. Van wie krijg je dan? Van Erika? Nee, zat dat niet doos. Oh ja, ik had helemaal geen parts. Ja, dus het is zo oneerlijk. Ja, what the fuck. Misschien doen ze dat wel ook, omdat je niet zo snel misschien aan female parts komt. Mogelijk. Ik kan me dan nog wel weer iets bij voorstellen. Mm-hmm. Maar ja, had men dan gewoon kunnen laten kiezen. Eigenlijk wel, ja. Weet je, ik kies voor klein, want ze wil je toch tricken, zeg maar, van... Oh, jij wil je de grote of de kleine dood? Maar... Ja, wordt gewoon niet geapprecieerd. Eerlijkheid wordt gewoon niet geapprecieerd, Mina, snap het dan? Nee, blijkbaar. Zo. Anti-air, kibbeen. Oké, dan pas ik even mijn metabot weer aan en dan is het gewoon weer vechten. Want heb je de fight tegen Karin net gedaan of niet? Nee. Daar ben ik nog niet. Maar je hebt Karin wel gezien? Ik zag haar staan, ja. Oké. Oké, gaan we even saven. Maar ja, ik denk ook zometeen als we dit stuk hebben gehad, dat we misschien weer een medal kunnen krijgen uit het laboratorium. Ja, denk je dat? Ik denk het wel, want er liggen zoveel van die dingen daar, hè? Mm-hmm. Maar denk je dat je die allemaal kan krijgen? Ik denk het. Puur om een simpele reden. Ik drukte op nee toen ze vroeg, mag ik met jou battelen? En dan hoef je niet te battelen. Oh, makkelijk. Nou ja, ik doe het wel, want... Ja, sorry, ik ben gewoon even pissy op alles. Gewoon puur op het feit dat we zoveel tijd hebben verspild met eigenlijk niks. Dus daarom.
She went to look, go look for the boy with one of our men. Okay. Okay. Oeh, chain reactions, dat is mooi. Ik snap er helemaal niks van. Waar snap je niet? Waar ik naartoe moet? Links. Ja, daar ben ik. Kan je links, hoor? Nee, want daar houdt hij nog maar tegen voor die grot. Hm. Jij bent zeker al in die grot? Nee, ik ben met Karen bezig. Ik sta bij Karin, maar Karin wil niet meer vechten. Karin denkt, ik kan de pleuris krijgen, Milan. Ja. Je hebt gezegd nee, dan is het ook nee. Zo. Huppakee. Oeh, skill up, support 7. Nou, dit is zinnig. En daar ga ik waarschijnlijk dan ook de god in. Dan heb je me ingehaald. Woehoe. Ja, maar ik moet nog een stuk, hè. Ik ben nog steeds bezig met Karin. Ja, ik nog niet eens. Want ik mag niet vechten met Karin. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Bidden. Tot wie? Ik heb geen idee, maar je moet bidden. Nou, we zijn vaak klaar met Karin. Wat krijgen we van Karin? Dat is heel mooi, een healing ding. En een extra afstuk met een part. Hartstikke mooi. Oké. Jij deed waarschijnlijk ook daarom Mars, of niet? Geen idee waar je het over hebt. Oh. Om naar die god te gaan, bedoel ik. Nee, er staat een mannetje voor, die laat je er niet lang. Oh. Zo. Want waar in de god ben je dan? Ik ben nog niet bij de grot. Ik kan niet tegen Karin vechten. Oh. Je weet waar de taxi is? Die onderzeeën, hoe je die onderzeeën moet triggeren. Ook niet. Links van Karin zat er een boordje. Nee. Karin, hè? We hebben het niet over Erika, we hebben het over Karin. Nee, die oranje, er staat hier geen boordje hoor, naast Karin. Nee, iets verder links, iets verder links. Oh ja. Praat met dat boordje. Ja. Tegen de eerste ja. Oké. Okay. Je moet het maar weten. Wist jij dat of? Ik zag dat bord. Ik zei één keer nee en toen ga je helemaal weer terug naar Kenny. Dus dat die oude dame. Ja. En ik denk van weet je wat, dan doe ik nu de eerste. Want voor de rest kan je hier toch geen klote doen. En ik zeg dan van ja, ik denk dat Erika in de Mars is. Dus ja. Ik lees maar even heel snel. Klopt dit? Ja? Oké. Okay. Ja, precies. En dan kom je hier terecht en dan ga je tegen Sloan vechten. Maar eerst even in de kist kijken die er staat. In ieder geval heeft die multi-lag metabot heeft nu een secondary gekregen. Mhm. Dat is nice. Nou, ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Nou, het is iets. Shit, neem ik kapot. Je moet ook echt geluk hebben met de parts die je krijgt, hè, in deze. Mm-hmm. Want met heel veel dingen zie ik ook gewoon van,
Ja, maar als ik nou juist die paard heb, dan weet ik gewoon dat ik dat kan doen. Maar ja, sorry, die paard heb je niet, dus jammer dan, maar... Doei! Zoek het uit! Ja, inderdaad, zoek het uit. Ja. Want zo voelt het ook gewoon met sommige dingen hier. Ja. Missel! Ja, ik heb maar gewoon nu voogd accuracy gedaan en daarmee maar gewoon proberen. Want ja, anders weet ik het toch niet. Nee, precies. Zo. Zo. Nou, maakt niet uit. Gewoon de hamer. Oké. Dan hebben we bijna slow neer met zijn mooie dingen. Maar ja, het is en blijft een tank ding, dus als ik blijf schieten op zijn fucking benen, blijft het even lang duren. Ja. Met zijn 120 HP benen. Oeh, een battle rifle heb ik gekregen. Okay. Nice. Die kan je ook nog pakken. In dat gebiedje voor Sloan, zeg maar. Ja. Zit boven in een kist. Oh, oké. Okay. Nou, ik check zo meteen wel even naar de fight tegen Sloan. Maar ja, ik ben al bijna klaar met Sloan, dus dat valt mee. En naast even kijken, want ik denk heel eerlijk dat hierna echt gewoon bijna niets meer kan zijn, toch? Dat we gewoon klaar zijn met dit stuk, want dit... Ik hoop het. Voor mijn gevoel zit... Want we zijn al bijna 2,5 uur op dit stuk. Yep. Heb jij even het gevoel dat je iets hebt gedaan? Weinig. Ja, dat is ook mijn probleem. Het voelt gewoon alsof je niks aan het doen bent. Ja, we hebben best wel, we hebben het hele gebiedje nu doorgelopen, dat wel. We hebben het hele gebiedje doorgelopen en we hebben aardig wat gedaan. Maar voor mijn idee is het echt zo van... Dus waarvoor hebben we dit gedaan? Ja. En dat is een beetje het rare van, ja oké, we zijn nu achtergekomen dat de geest hier een soort van medabot was, maar voor de rest, het zij zo. Maar dit is ook niet een van de leukste gedeeltes van de game volgens mij, als ik me nog kan herinneren. Ik kan me niet alles meer herinneren van de game. Oké, wordt de game leuk? Ja, dat is ook een goede vraag. Ik weet niet, ik vind het wel een leuke game. Het is een leuke game, maar... Het is wel zo'n game waarvan ik denk van oké, als je de hoek niet goed hebt, en ik ben heel eerlijk, deze game heeft echt een hele rare hoek. Zit je soms echt soms te kijken van oké, maar wat zijn we nu aan het doen? Ja. Ja. En dat is het rare, want heb je enig idee alsof je echt sterker aan het worden bent? Nee. Ik heb gewoon meer het gevoel, oké, ik moet de juiste opponenten tegenkomen die ik gewoon goed kan hitten en dan ben ik goed. Ja. Zo voelt dit ook voor mij van, oké, ja, de correcte opponent neerhalen, dan. Kijk, want anti-air is het probleem niet. Nee, die zijn hier ziet neer te halen. Maar het voelt alsof dat ook letterlijk het enige is wat aanvoelt, oké, ik kan dit neerhalen zonder moeite. Toch heb je het gevoel dat je dan iets van een catch mist of zo. Ja, dat je zoiets van, maar ik denk dat dat ook is van, ja, als je deze medabot zou hebben op dit punt, dan was het je goed, dan was het gelukt. Ja. Ja, maar ja, dan moet je nou net juist die medabot hebben op dat punt, of die part op dat punt, ja. En dat neem ik deze game wel heel erg kwalijk, het is niet echt duidelijk daarin. Nee. Want
ik zie nog wel zo'n ding gebeuren dat ik misschien offscreen gewoon wat parts ga farmen. Puur omdat, nou ja, je hebt geen idee, komt dit nog van pas? Komt dit niet van pas? Dat je echt afvraagt van oké, zou ik deze parts gewoon farmen? Want, kijk, ik wil het best doen onscreen, maar ik weet niet of het goed is voor de komende 5 uur. Nee, precies. Als je echt gaat farmen, alleen misschien moeten we wel even wachten met farmen voordat tot echt. Ja. Niet beter weten, zeg maar. Nee, precies. Maar zo voelt het gewoon van, ja, wat wil de game? Want dat ik alles ga farmen op dit punt, want ik heb geen idee wat die van me verwacht op sommige punten. Ja, dat is wel lastig. Hè. Je weet gewoon niet wat er verwacht wordt. Nee. Heb jij die dude al verslagen? Sloan? Ja. Ja. Want dit is ook nog het gekke, de rubber robo's zijn ook gewoon dit stuk. Okay. Als gewoon wilde encounters. Oh echt? Nou ja, dan krijg je in ieder geval van die medals. Ik weet wel dat die later heel veel bij de wilde encounters zitten. Mm-hmm. En ik vind het niet erg, aan de andere kant zeg ik zo van, maar daar kun je... Want ik heb geen rubber robo medals meer. Nee, maar daar krijg je wel rubber robo medals. Ja. En daar ben ik dat er wel... Dat is dan weer positief. Ja. Klopt. Oké, dan is de vraag van wat gaan wij nu doen? Oh shit, dan missen we weer. Nou kom op, raak nou eens gewoon en dan ben ik blij. Maak jullie blij! Ja, ik kan me heel makkelijk heel blij maken nu in deze game hoor. Super makkelijk. Winnen. Nou ja, geef mij gewoon even iets waarmee het duidelijk is van ben ik nu op een goede weg bezig, ja of nee. Ja. Maar ik ben nu net zo... Oh, zo... Dan heb je het allemaal klaar en zeg je nee, sorry, action field. Maar ik heb de part toch? Ja, maar action field. Ja. Oei, oei, oei. Oké, nou laten we maar gewoon doen. Hopelijk kan ik die even neerhalen. En dan heb ik weer een rubber robo medal. En die komen altijd van pas. Mm-hmm. Nou, Sloan is verslaafd. Sloan was helemaal niet moeilijk. Nee, Sloan is ook niet moeilijk. Maar alleen hij heeft een lag van 120. Precies. Maar ja, als hij je raakt is Sloan wel gevaarlijk. Ja, dat heb ik niet echt ondervonden. Maar dat, ja, die main van de Sloan is super traag. Mm-hmm. Dan heb ik al verhoogd accuracy en mis ik hem alsnog. Zo zeg tegen als je zegt actie faalt. Nee, dat maakt me niet uit dat hij faalt. Dan ga ik gewoon. Zo moeilijk is het niet. Je kan het. Nou, Rubber Robo verslagen. Yay, Rubber Robo medal. Ja, dat sowieso. Maar krijg ik een slang onderdeel, ja of nee? Nee. Oeh, je moest even die slang Rubber Robo. Dat is wel nice. Ja, maar die wil ik ook, want ik heb een snake medal. Dus. Ja, daarom. Oh, weet je wat ik het meest haat? Nou. Als ik een arm van iemand kapot maak en mijn volgende bot valt dan niet aan omdat die arm dan al kapot is. Mm-hmm. Missile. Ja, was deze.
Ja, nou dat is heel toevallig dat ik dan net deze heb. Oké. Okay. Ik verbruik ook die rubber robo's meteen, hè? Ja, ik ook. Het is zonde, maar ja, fuck it. Ja, maar je moet toch gewoon wegrennen. De enige manier die ik het niet doe als ik tegen Hermit moet, want die kan ik makkelijk verslaan. Mm-hmm. Ja, oké, maar dat is de Hermit. Maar heb je Sloan verslagen of heeft hij nog wat HP over? Ik ben al verder dan Sloan nu. Oké, je bent over de trap af? Nee. Ik liep twee stappen, toen moest ik opeens battelen. Ja, de standaard probleem in deze game. Schoolboy is gone. Nice. Oh. Hey Sloan. Moet je weer tegen Sloan vechten? Wacht. Battle rifle. Wat moet ik doen? Je moet een ding equippen met de battle rifle. Is dat links of rechterarm? Voor mij is dat de linkerarm. Kan het zijn dat ik die niet heb? Mm-hmm. Het zou kunnen. Oh, hier is de battle rifle. Het was de rechterarm. Maar ik denk dat deze game niet zo flauw is dat hij om dingen gaat vragen als je die niet hebt. Dus het kan natuurlijk ook zo zijn dat je misschien net een chest hebt kunnen krijgen. Mm-hmm. Want een van de dingen die je om vraagt is bijvoorbeeld de Psycho Missile. Die kop van die anti-air ding. Ah, ja. Dus waarschijnlijk heb je al onderdelen daar wel voor. Yep. Ah, kom op. Had dan ook gewoon meteen 55 damage gedaan, niet 45. Ik had hem gewoon één keer kunnen kapot maken. Wacht, waar moet ik heen? Naar beneden. Je moet gewoon de dingen volgen van de rotsen. Anders was ik waarschijnlijk niet goed op te letten. Zo. Nou, laten we hopen dat dit wat makkelijker gaat. Hopen mag altijd. Ja, of het werkelijkheid wordt is een tweede. Precies. Je zou toch denken dat je nauwkeurigheid gaat omhoog. Dat je hem op zich zou kunnen raken, maar... Ja, op zich zou je dat denken. Want je verspilt al een beurt, hè? Want de fights zijn 20 seconden, hè? In principe. Ja. Mm-hmm. Je zou toch denken dat als jij iets opoffert van die 20 seconden... dat jij er iets voor terugkrijgt wat tenminste van die waarde is. Yep. Maar ja, ik ben tenminste wel blij dat Sloan maar twee dingen heeft en geen drie. Ja, dat sowieso. En ja, die Sloan, van Sloan is vooral irritant dat hij die laser heeft met die 120 lag, ja. Zeg maar. Precies. Alleen als je die 120 lag kapot maakt, dan is die main wel fucking Sloan. Mhm. Precies. Even 7 weer, want dan hebben we de tweede keer Sloan verslagen. Je hebt alle onderdelen, of kwam je weer een ding tegen? Nu moet ik de Psycho Missile. Oh, die had ik al geëquipt. Nice. Ja, want je hebt waarschijnlijk anti-air dingen. Oh, wat grappig. Oh, dus dan moet je eigenlijk grinden als je de dingen niet hebt. Ja, wat fucking bullshit is.
In een race is dit bullshit. Ja. Maar ja, het is een casual race. Hè, want... Nee, ik weet dat het een casual race is natuurlijk. Maar het is wel bullshit van... Ja, sorry Milan, maar dat spul heb je niet. Ga maar grinden voor de komende 3 uur. Ja, als je ongeluk hebt, dan duurt het echt lang, ja. Kijk, met Hermits heb ik ook echt gewoon vertrouwen erin. Daar kan ik hem op auto zetten en gewoon door laten lopen. En ja, dan vind ik zo van... Waarom zit er dan zo'n groot verschil tussen niveaus in deze game dan? Want zelfs de enemies in de school zijn dan nog gevaarlijker dan de Hermits. Ja. Yeah. En dan is het 3-1. Dat is dan best raar. Nou. Nou, kom op. Maak dit even kapot. En dan kan ik zo meteen weer beginnen aan de volgende fight. Chain reaction, huppakee, Hermit klaar. En van die Hermit krijg je ook die heavyweight. En die heavyweight is het laatste ding wat je moet hebben. Oké. Safe. Ik weet dat ik traag RPG's heb gespeeld, maar 6 uur terwijl ik nog steeds geen idee heb wat ik aan het doen ben. Want het is ook weer een nieuwe. Ja, zo voelt dit. Oké, enemy. Oké, ik zet hem weer op auto. Nee, ik heb nog niks op auto gezet. Zullen we allebei de battle afmaken en dat we dan stoppen? Ja, ik vind het goed geweest. Ja, ik vind het goed geweest. Oké. Okay. Maak deze fight nog even af. Ja, ik had nog graag uit de cave gewild, maar... Snap ik. Maar ik vind hem wel goed zo. Hè? Ja, we zijn hem wel prima. Nou wacht ik hier gewoon, dan ga ik niet verder, want anders word ik weer in een battle. Battelen. Nee, ik heb zo'n trage hermit fight, dus. Anti-air te doen. De anti-air gaat alles kapot in één keer. Heb jij ook een anti-air eigenlijk lopen, of niet? Ja, ik heb 1 anti-air lopen. Puur omdat alles zo anti-air is. Dus ja, sorry, maar als het zo makkelijk is, dan gebruik ik wel een anti-air. Mm-hmm. Ah. En dit is ook precies wat ik bedoel. Van, je doet op dit punt nog steeds niet genoeg damage om alles te one-shotten van apart. Ook al ben je iets als een Roku-show. Heel raar, heel raar. Probeer het maar niet te begrijpen. Nou, het liefst zal ik het begrijpen, want dan weet ik waar ik op moet letten. Ja. Yeah. Dat is een mooie chain reaction, van de ene arm naar de andere arm, naar de benen, naar het hoofd. Ja. Ja, dat is het handig, van anti-air op anti-air. Mm-hmm. Ja.
Oh, dit is dan weer zo. Dit is het enige nadeel van auto. Soms blijft hij gewoon scout spammen. Yep. Nou, kom op. Haal hem even nog neer. Dat is één. Nee. Spijtig weer. Oh. Ja, dan... Hij gaat ook niet... als hij zich focust op één onderdeel van de meta-part, kan hij ook zeggen van nee, sorry, is er niet meer. Daar focus ik hem nu op. Ik skip hem. Oh, deze game. Deze game is gewoon één grote bundel van vreugde. Ja, laten we het zo maar noemen. Ik ben klaar met de fight. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering van MetaBots. Adios, amigos.